Oké, vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je je bil moet trainen. Ik zie de laatste tijd best wel veel dingen voorbij komen, zowel in de sportschool als op Instagram als op YouTube, van vrouwen met enorm heerlijke mooie asses. Maar die doen oefeningen, ik denk van, we ben je helemaal mee bezig, man. Het is op zich prima dat ze mooie billen hebben en wellicht zit er een stukje goede genen zitten erbij. Maar ja, zie ik dingen en denk ik echt van, met deze oefeningen ga je echt niet je as erop zijn flikken geven. Dus vandaag wil ik gewoon even bij de basis beginnen van, wat doet de bilspier, wat doen de bilspieren? Oké, nou je hebt dus drie bilspieren. Gluteus maximus, gluteus medius en de gluteus minimus. Gluteus maximus is je grootste bilspier, die zit als een soort schild eroverheen. Daaronder, onder je gluteus maximus en een beetje aan de zijkant, zit je gluteus medius. En daar weer onder, die kan je eigenlijk niet zien of vastpakken, zit je gluteus minimus. Maar ik denk bij de meeste mensen die willen gewoon die gluteus maximus en die gluteus medius trainen, omdat die de meeste massa geeft. Gluteus maximus, de grootste, wat die eigenlijk doet, is extensie of uitstrekken van je heup naar achter. Deze beweging, heup naar achter. En wat die ook doet, is je heup naar buiten draaien. Op deze manier of op deze manier. Yes. En hij is ook heel erg belangrijk bij het stabiliseren van je heup. Dus als je op één been staat, dat je heup niet in gaat zakken. Wat je sommige mensen ziet doen, die staan en denken, gaan ze zo hangen of zo hangen, zo staan. Wat dus niet de bedoeling is. Dus als je zoveel mensen zo ziet staan, of je betrapt jezelf erop dat je zo staat, doorgaan. Dan heb je gewoon te zwakke gluteus maximus. En die gluteus medius helpt ook wel deels mee. Oké, gluteus medius. Voornaamste beweging is zijwaarts heffen vanaf je heup. Ja? Nou, hij ziet hier eigenlijk aan de zijkant. Meer. Hij heeft ook nog andere functies. Hij ondersteunt ook nog bewegingen. Naar voren, naar achter heffen, zijwaarts heffen, naar binnen bewegen. Maar goed, de belangrijkste beweging is eigenlijk zijwaarts heffen. Oké, nou dan heb je al de twee belangrijkste bilspieren heb je gehad. De gluteus minimus, die zit daaronder. Die beweegt eigenlijk je been naar voren en naar buiten. En hij beweegt je been naar binnen. Of dit eigenlijk. Dus mijn onderbeen gaat naar buiten, maar mijn heupen gaat naar binnen. Dat is eigenlijk de functie, dat moet je eigenlijk onthouden. Nou, dit is de video, doei! Nee, ik ga door met oefeningen, maar goed, dit is de basis. Dus probeer dit een aantal keer voor jezelf te herhalen en te snappen wat die bilspier doet. Zodat je ook beter kan gaan begrijpen wat de fundering is van die oefeningen die ik je zo meteen laat zien voor het trainen van je bil. En wellicht kan je deze informatie ook meenemen in de kennis in de sportschool. En ook als je andere mensen oefeningen ziet doen van, hey, je bent je bil aan het trainen volgens mij. Maar volgens mij moet je het een klein beetje anders gaan doen. Oké, we gaan door. Ik ga je een aantal oefeningen leren en ik ga gelijk beginnen met de meest bekende die de meeste mensen doen. Dat is de glute bridge, bilbrug, glute brug, whatever. Daar heb ik een matje voor nodig, zoals je hier ziet. Oké, nou, ik ga ermee beginnen. Ik ga lekker op mijn rug liggen. Ik kan hem op verschillende manieren uitvoeren. Ik kan hem gewoon, de meest makkelijke manier is eigenlijk gewoon voet op de grond neerleggen. En je maakt eigenlijk een brug, dus je bekken komt omhoog. Op die manier, op, omhoog en zakken. Daar goed je bilspieren aanspannen en rustig zakken. Grond is lava, komt omhoog, bilspieren aanspannen en zakken. Nou, mijn handen zijn nu zijwaarts, die liggen op de grond. Dus mijn steunvlak is groter. Dus dit is eigenlijk de meest makkelijke manier om te beginnen. Je hamstrings doen ook mee, dus je moet niet denken dat je alleen je bilspieren traint. Je hamstrings doen ook mee. Maar daar kom ik later op terug. Wil je deze oefening moeilijker maken voor jezelf? Je kan het op verschillende manieren. Nou, denk eens maar even na hoe je het moeilijker kan maken voor jezelf. Krijg je even wat bedenktijd. 5, 4, 3, 2, 1. Juist. Nou, wat jij waarschijnlijk dacht is een babbel in je kruis leggen en omhoog stoten. Prima, dat is de meest makkelijke oplossing. Maar laten we eerst gewoon even beginnen bij je eigen lichaam. Ja? Makkelijker maken is je hand op je borst doen. Verklein je steunvlak, is hij gelijk lastiger om uit te voeren. Oké. Nou, hoe je hem nog meer moeilijker kan maken, is op één been. Een stukje stabiliteit wat er ook bij komt kijken, op die manier. Nou, vind je dat weer te zwaar, dan kan je je handen weer erbij gaan pakken. Op deze manier. Maar blijf je bilspieren aanspannen. En blijf je knieën naast elkaar in dezelfde lijn houden. Het leuke aan deze oefening om hem met twee benen afzonderlijk van elkaar te doen, is dat je kan kijken of er verschil tussen links en rechts zit. En dat een beetje proberen gelijk te trekken.
Wat ik vaak zie is mensen die heel erg geneigd zijn om op één kant te leunen. Wat ik je net liet zien, dat ik in mijn bil ga hangen. Dat die kant eigenlijk veel minder sterk is. Dat je iemand met rechts bijvoorbeeld 20 keer omhoog kan stoten met het eigen lichaam. En met de linkerkant bijvoorbeeld maar 10 of 12 keer of zo. Dus vaak zie je mensen wel gelijk reageren van, oh, had ik niet verwacht, dit en dat. Dus deze basis, deze glute bridge is op zich een prima oefening om al een beetje een gevoel te krijgen voor de trainen van je bil. Alleen zoals ik al zei, je pakt ook je hamstring mee. En wil je die eigenlijk uitschakelen? Kan je met een box gebruiken. Dus wat je doet, is je gooit je kuiten eroverheen. Op tafel, op deze manier, hakken erover. Probeer gewoon goed comfortabel te liggen. Okay. Je schakelt op deze manier je hamstrings uit. En wat je doet vervolgens, is hetzelfde. Omhoog komen, bilspieren aanspannen en terug. En terug. Grond is lava. Bilspieren aanspannen en terug. Op die manier. Nou, kan je ook weer precies, kan hem zwaarder maken door hem met één been te doen. Deze manier, wap, bilspieren aanspannen. Nou, als je een beetje hebt onthouden wat ik net heb verteld, is het vooral de gluteus maximus, de grote bilspier die over alle andere structuren heen zit als een soort schild. Extensie vanuit de heup, vooral die beweging. Maar goed, je hebt ook je gluteus medius, ook een belangrijke spier, heeft ook best wel wat massa. Nou, die doet eigenlijk vooral dit. Nou, een andere video wat ik jullie wel eens heb laten zien, een hele mooie eigen lichaamsbeweging, eigen lichaamsoefening, waarbij je tegelijkertijd met je stabiliteit bezig bent, is heel simpel. Je pakt je bekken vast aan beide kanten en je bovenlichaam is een wassen beeld en je gaat eigenlijk je linkerbeen omhoog doen met dezelfde cellenhoud omlaag, links, rechts, links, rechts. Okay, en een valkuil waar de meeste mensen in vallen is dat ze dit doen. Laten vallen. Laten vallen. Probeer hem gecontroleerd terug te laten komen. Eigenlijk vind ik nog dat je hem langzamer terug moet laten komen dan als hij omhoog gaat. Nou, het mooiste aan deze oefening is als ik mijn linkerbeen omhoog gooi, is mijn rechter gluteus medius is actief. Of mijn linker, sorry. Maar mijn rechter is ook actief, want die moet mijn bekken stabiliseren. Dus die is hier actief. Op, daar. Dus in beide fases is die spier eigenlijk de hele tijd actief. Nou, hoe je deze oefening kan uitvoeren, je zet gewoon een timer. En op het moment dat je echt maximaal gaat verzuren, stop je. Dus niet gaan denken in setjes van 10, 20, 30, weet ik veel wat allemaal. Gewoon gaan timen. Nou, vind je dit te licht? Dan kan je van die gewichtjes kopen, die kan je om je voeten heen klemmen van 1, 2, 3, 4 kilo. Nou, dan ben je natuurlijk sneller verzuurd. Ja? Dus die oefening op de grond, voelt al gluteus maximus, dit is gluteus medius, zijwaarts heffen. Oké, nou, door met de volgende oefeningen. Nu wordt het wat complexer, maar ook leuker. Je kan de oefeningen op een matje doen in buiklig en in zijlig. X-end rotatie laat ik eventjes zitten, dan ga ik misschien iets te diep in de stof. Maar door de volgende oefening te doen, de volgende beweging, dus je voet op elkaar te leggen, hoek maken van 90 graden, je benen naar buiten te bewegen, rustig zakken. Je ziet, ik steun nu gewoon rustig met mijn elleboog onder mijn schouder. Mijn voeten blijven op elkaar. Ik beweeg mijn knie naar buiten en laat hem rustig zakken. Nou, vooral dat rustige laten zakken is wat heel veel mensen vergeten. Je gaat gewoon tot spierverzuring. Nou, kan je dit tot in den treuren blijven doen, tot je spierverzuring voelt, dan gaan we het natuurlijk zwaarder maken. Nou, ik heb hier een weerstandsband of een powerband of een elastiek, whatever, hoe je het ook wilt noemen. Die zijn er in verschillende kleuren. Vaak is zwart het meeste weerstand en vaak is groen de lichtste weerstand. Dan heb je vaak in groen, geel, rood, blauw, paars, zwart, zoiets gaat het. Nee, ik heb toevallig de zwaarste. Nou, wat ik doe, ik hou hem op net boven mijn knieën. Hoppata. Nou, ik ga weer in dezelfde houding liggen, zitten, whatever. Hoek maken van 90 graden, elleboog onder mijn schouder. Nou, ik doe eigenlijk precies hetzelfde, alleen nu met weerstand. Been omhoog, rustig laten zakken. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Nou, ik voel gelijk al veel meer verzuring in mijn bil. Hartstikke idee. Normaal gesproken zou je misschien geneigd zijn als het zwaar wordt om in één keer touch terug te laten komen. Maar hier ook geldt weer rustig gecontroleerd terug laten komen. En gaan tellen. Oké. Zowel je grote bilspier, gluteus maximus, als je gluteus medius is nu actief. Oké. Nou. Andere oefening. In buiklig, lijkt een beetje op wat ik net heb gedaan, maar dan deed ik hem in rug liggen. Is, je gaat lekker op je buik liggen. Wat is
Hartstikke idee. En zorg ervoor dat je niet op je elleboog gaat steunen. Dus je gaat gewoon op deze manier liggen. Ja. Nou, wat je vervolgens doet is je knieën, of je steunt op je tenen. Niet in, gewoon op je tenen steunen. Nou, je bovenlichaam is zo ontspannen mogelijk. En vervolgens strek je je been. En rustig terugkomen. Je probeert je bekken zo recht mogelijk te houden. En als je niet weet of je bekken recht is, laat dan eventjes iemand checken of je niet dit aan het doen bent. Dit aan het doen bent, dus wegdraaien. Probeer je bekken gewoon recht te houden. Okay. Tegelijkertijd span je je buikspieren aan. Nou, waarom vertelde ik net dat je niet dit moet gaan doen? Okay, nou, op dit moment heb ik best wel wat spanning al op mijn lage rug. En ga ik nog een keer mijn benen omhoog doen. Dan voel ik eigenlijk al best wel snel spanning op mijn rug komen. En mijn houding houdt nu al mijn beweging vanuit mijn bil tegen. Ga ik nu liggen, ik span mijn buikspieren aan. Er is veel meer bewegelijkheid mogelijk vanuit mijn heup. Op die manier. Okay. Ik kan hem natuurlijk wat zwaarder maken. Door wederom die powerband te gebruiken. Wat je idee. Hoppata. Dan ga je weer liggen. Op je tenen steunen. Bovenlichaam lekker laten ontspannen. Hop. Op je tenen steunen. En omhoog. Gestrekt been. Maximale range of motion. Dus je tikt met je tenen lichtjes de grond aan. Omhoog komen. Rustig terug. Nogmaals, extensie vanuit de heup. Dus gewoon je benen achtergooien. Oké, volgende oefening wordt het allemaal wederom wat complexer. Gaan we eigenlijk de opgedane kennis van net gaan we wederom in praktijk brengen. Maar met drie verschillende oefeningen in één korte workout. Nou, wat je doet, je gaat op handen en knieën. Wat je doet, is eigenlijk je knie naar je toe halen en je hak omhoog. Maar ook weer terwijl je bekken recht staat. Probeer je buik aangespannen te houden. Als je dat niet doet, dan ga je hier eigenlijk vanuit je rug heel erg overstrekken. En dan ga je waarschijnlijk stokken omdat je last krijgt van je rug. Nu span ik mijn buik aan, heb ik gelijk minder last van mijn rug. Ja. Dus wat je doet, bekken recht, knie naar je toe halen. 1, 2, 3, 4. Nou, dat doe je ongeveer 15 keer. Vervolgens strek je je been op. Tenen de grond aantikken. 1, 2, doe je ook weer 15 keer. Nou, vervolgens gaan we een 3D oefening maken waarbij de gluteus medius en gluteus maximus allebei actief is. Dus je tikt hem schuin aan beneden en diagonaal omhoog. 1, 2, 3 en 4. En dan doe je natuurlijk de andere kant. Ik zeg nu 15, 15, 15. Waarom? Omdat ik gewoon merk, met gemiddeld gezien, de meeste mensen gaan er wel redelijk verzuren. Nou, je kan er ook natuurlijk voor kiezen om, als je weinig verzuring voelt, 20, 20, 20 te doen. Of een gewichtje om je enkel van 1 kilo mee te beginnen, om het wat zwaarder te maken. Als je er met z'n tweeën gaat trainen, kan je bijvoorbeeld 1 iemand voor kiezen om het been een beetje weerstand te geven naar beneden. Dus dat de weerstand van de partner met wie je traint de belasting bepaalt. Oké. Nou, gaan we door naar de volgende oefening. Oké, nou, dit is eigenlijk de belangrijkste oefening, het moment waar we allemaal op hebben gewacht, de hip thrusten. Nou, dit is de oefening die de meeste mensen wil doen om het trainen, voor het trainen van hun billen. Ja, ik zie hier inderdaad toch best wel wat dingetjes fout gaan. Helemaal als ik vraag aan mensen van, hey, je bent de oefening aan het uitvoeren, ja, waar voel je hem nou eigenlijk? En soms zeggen ze, ja, ik weet niet waar ik hem voel. Voel je hem eigenlijk in je bil? Nee, ik voel hem niet in mijn bil. Sommige mensen vinden het lastig om hem uit te voeren, omdat je ook met de barbel die je in je heup legt, zeg maar, of die je in je lies legt, dat ze dat lastig vinden om mee om te gaan. Ik ga zo meteen uitleggen hoe dat werkt en hoe je de oefening kan aanpassen om hem echt vol in je bil te voelen. Want het is echt in principe een topoefening. Alleen je moet hem wel goed uitvoeren. Het gaat om de juiste techniek. Nou, deze bank, om het zo maar te zeggen, dit bankje die je ziet, is eigenlijk ideaal, omdat hij niet verschuift. Heel veel mensen doen hem op een fitnessbankje of op een step. Zet hem tegen de muur aan, zodat hij niet wegschuift. Want dat gevaar heb je namelijk wel bij deze oefening. Als je de belasting en de beweging waar je hem op beweegt eigenlijk gewoon recht naar beneden doet, dan kan eigenlijk niks omvallen. Maar ja, soms willen mensen nog wel eens iets te heftig de beweging naar achter maken. Ja, en als je op een stepbankje ligt, dan flik je naar achter en dan heb je een trauma en dan doe je hem nooit meer. Oké, nou, de beweging is eigenlijk als volgt. Zet je voeten recht neer. Je bovenlichaam, als je schouderbladen komen op het bankje. Oké. Op het moment dat je naar beneden gaat, kijk je eigenlijk naar voren.
Dus je wervelkolom is eigenlijk in een hele rechte lijn. En op het moment dat je boven gaat, strek je mee met de beweging die je maakt. Dus niet de hele tijd je kin op je borst gaan leggen op deze manier, krijg je alleen maar last van je nek. En wat ook erg belangrijk is, is dat je de steun vanuit je hakken haalt en niet vanuit je hele voet of vanuit de voorkant van je voet. En dat is waar het bij de meeste mensen fout gaat. Kijk, als ik bijvoorbeeld nu vanuit mijn hakken ga steunen en ik strek mezelf uit en ik span mijn bilspier aan op deze manier, ik doe het een paar keer, dan voel ik direct heel veel spanning op mijn bilspieren. Ga ik hem hier vanuit mijn voeten halen, dus ik ga nu mijn steun zoeken vanuit mijn hele voet. Voel ik gelijk ook verzuring in mijn bilspieren, maar ook verzuring in mijn bovenbenen. Maar ja, prima als je je bovenbenen en je billen allebei wil trainen. Maar ik neem aan dat je deze oefening doet voor het trainen van je billen. Dus nogmaals, probeer vooral vanuit je hakken te drukken. En je bovenlichaam zoveel mogelijk te ontspannen. Dus niet je hoofd heel erg op je borst gaan leggen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, hoe ga je het als volgt doen met een barbel? Nou, deze barbel is vrij licht. Volgens mij is dit 10 kilo of zo. Nou, het is in ieder geval altijd verstandig om zo'n shoulder pad, zo'n kussen ertussen te doen, want je gaat hem in je lies leggen. En op een gegeven moment, hoe zwaarder het gewicht, ja, hoe meer die metalen, die ijzeren barbel op structuren gaat drukken waar je eigenlijk niet echt op zit te wachten. Je kan ook een handdoek erom wikkelen, zo prima. Maar probeer in ieder geval zo'n kussentje te regelen, zodat het gewoon wat comfortabeler is. Want uiteindelijk willen we allemaal gewoon zo comfortabel mogelijk trainen, denk ik. Nou, deze kan ik gelukkig rustig in mijn lies leggen op deze manier. Als je natuurlijk gewicht aan gaat hangen, wordt het wat lastiger ook om eronder te komen. Maar dat leg ik zo meteen uit. Oké, okay. Wat je doet. Op. Wederom, bovenlichaam op het kussentje. Mijn schouderbladen zitten erop. Mijn voeten zitten onder mijn knieën. Ik ga vanaf mijn hakken steunen. Ik kan hem zo vasthouden. Ik kan hem op deze manier ondersteunen wat ik wil. Maar deze ligt in ieder geval in mijn lies. Ik kijk naar voren. Ik kijk omhoog. En op het moment dat ik omhoog ga, adem ik uit. Je ziet de meteen komen los. Dat doe ik puur en alleen maar om meer te isoleren vanuit mijn bil. Er is niks mis mee. Het gaat puur om waar je hem voelt. Voel je hem bijvoorbeeld hier niet, denk je, ik voel nog steeds een beetje bovenbenen. Dan kan je je hakken wat meer onder je tenen zetten. Op deze manier. Wel even wijdig aan elkaar doorzakken. En op het laatste moment goed die extensie maken en die bilspieren aanspannen. Op deze manier. Oké, nou nog één tip. Zoals ik net al zei, voor mensen die het lastig vinden om deze oefening uit te voeren met veel gewicht, om namelijk in je lies te krijgen, is dit een korte tip. Ik hoop dat jullie lichte schijven hebben met een groot volume, zoals deze. Deze is 5 kilo, maar die is vrij groot. Nou, het voordeel daarvan is dat ik hem in mijn benen heel gemakkelijk onder kan komen. Dus als ik klaar ben met de oefening, kan ik hem gewoon laten vallen. En dan kan je in principe gewoon rusten. Ja? Heb je namelijk een wat kleinere schijf, dus bijvoorbeeld 10 kilo erop zitten, ja, dan is hij heel dicht bij de grond en dan gaat het feest helaas niet op. Dus hij is nu wat hoger, maar ik kan hem nu gewoon heel makkelijk van me afrollen, in mijn lies rollen, rusten. Nou, wil ik weer beginnen, prima. Hartstikke idee. Bovenlichaam op het kussentje, voeten even wijgen aan elkaar, op mijn hakken steunen. En bilspieren daar aanspannen, rustig terugkomen en uitademen. Ben je klaar? En niks aan de hand. Nou, ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt gehad, aan deze oefeningen. Dat jullie nu een beetje beter begrijpen wat dit beeld doet. Dus als jullie andere mensen oefeningen zien doen, ziet iemand een beeld trainen, weet je. Ga niet gelijk op zo'n zeggen, ja, die doet het niet goed, maar, weet je. Nee, weet je, zeg gewoon, oké, nou, ik ben benieuwd hoe je je beeld aan het trainen bent. En wat voel je nou precies? Voel je wel je beeld? En wat is je doel? Weet je, ik had laatst iemand naar me toe, die wilde haar bilspieren trainen, omdat ze echt het gevoel had dat ze vaak doorheen ging, knakte, weet je, door de heup zakte. Nou, weet je, dan zijn die oefeningen die ik net heb laten zien, zijn prima oefeningen. Maar dan moet je eigenlijk terug naar de basis. Dus proberen gewoon vooral op één been te staan en echt vanuit je heup proberen te stabiliseren. Met bijvoorbeeld een one-legged squat, die heb ik in een ander filmpje ook meegenomen. Nou, wil je meer volume creëren in je billen, sterkere billen krijgen, dat zijn dit in principe prima oefeningetjes om te doen.
probeer wel tot failure te gaan, dus verzuring te voelen. En dat is waar het eigenlijk fout gaat bij de meeste mensen. Die voelen eigenlijk geen verzuring in de bil. Dus of je nou met je eigen lichaamsgewicht oefeningen gaat pakken, dus wat ik net deed met alleen je been. Blijf net zo lang doorgaan tot je verzuring voelt. Ga niet naar 20, 30, weet je, want dat is een beetje het sleutelwoord bij de meeste mensen. Dat ze zeggen, ja, ik doe 3x15, 3x20. Maar ja, weet je, er zijn zoveel oefeningen die eigenlijk te makkelijk zijn om het in 15 of 20 herhalingen te doen. Dus probeer dan gewoon lekker door te gaan, 40, 50, 60 herhalingen, whatever. Dus mocht je nog wat andere dingen willen weten, stel het onder deze video. Voel je het wat, heb je er wat aan gehad, doe een duimpje omhoog, deel het met je vrienden, whatever. En mocht ik nog wat voor jullie kunnen betekenen, dan hoor ik het wel. Check later. Hey, ik ben trainer Tom en wil je geen aflevering meer van mij missen? Klik dan hier om te subscriben of ga naar mijn website.